Gisteren in Junior Eurosong 2010. Inke hakte een moeilijke knoop door, Jill en Lauren doken de studio in en Ferre zocht naar een perfect einde. Ta-ta, boom, ja. En dan zijn we weg. Hallo allemaal en welkom. Vandaag wordt een superspannende dag voor Ine, want zij duikt de studio in om haar liedje op te nemen. En daarbij wordt zij opgewacht door niemand minder dan... Udo! Ah! Hallo. Alles goed? Heel goed. Zijn we uitgeslapen? Kusje voor mij. Ja, ik ben helemaal uitgeslapen. Zijn we er klaar voor? Ja, helemaal. Ik kan u eerst een nieuwe versie laten horen. Ah. Want we hebben er... Allee, Jannik heeft er een heleboel blazers opgestoken. Ga eens luisteren. Udo moeten we natuurlijk niet voorstellen. Hij bracht al 2 steengoeie albums uit en zijn nieuwe single Voorbij is alweer een hit. Ook Yannick von der Rie, producer van onder andere Brahim, Katrien en onze eigenste Anke, helpt mee. Dat is heel goed eigenlijk. Dat is super. Zo'n 150 kilometer verderop in Knokke is ook Louis druk in de weer. Hij neemt vandaag zijn videoclip op. En daarvoor moet hij in zijn eigen school zijn. Ja, dus hier moet iemand zitten. Hier, daar. Dus niemand mag in de camera kijken, hè? Het eerste stukje hebben we opgenomen in de klas. Er waren ook kindjes aanwezig. En dan moest ik eigenlijk een briefje schrijven en dat dan doorgeven. Ja, Louis, doe maar. Dus iedereen is volop bezig, hè? Ja. Ook Ine zit niet stil. Zij is haar stem aan het opwarmen. Kusje van mij. Je krijgt een kusje van mij. Kusje van mij. Ja, wat? Hey. Ja. Amai. Amai. Okay. Zeg, we zijn heel stout geweest, hè? We hebben alles al opgenomen. Ja, ja, er was één klein iets met timing van die... Van die... Kusje van mij, die mij iets te lang is soms. Ah, mij? Ah ja. Ja. Ik zong eerst mij op deze manier dus. Je krijgt een kusje van mij. Dat, hè? En dat was te lang. En nu moest dat eigenlijk zo zijn. Je krijgt een kusje van mij. Dat is nu vals. Maar kom. Gaan we eens proberen? Oké, ja, dat is goed. Okay. Het was al veel beter nu. Kusje van mij. Komt helemaal goed. Louis is voor zijn clip naar het strand verhuisd. En hij is niet alleen. Het meisje dat ik in de videoclip verliefd op ben, zit niet op mijn school. Dus eigenlijk ben ik niet echt op haar verliefd. Maar het is eigenlijk een actrice dat het komt te spelen. Ja, soms is het wel moeilijk om te doen alsof dat je op iemand... verliefd bent, maar dan moet je er eigenlijk mee inleven en dan lukt het wel beter. Ja, een videoclip opnemen, dat is eigenlijk veel werk. Dus ik heb proberen een hartje te tekenen in het zand, maar ja, iedere keer kwam de golven en opnieuw beginnen, opnieuw beginnen. Dus ja. Ja, Louis die heeft het duidelijk getroffen. Nu, Daan en Anne-Sophie die mogen ook niet klagen hoor. Want zij duiken een donkere studio in met niemand minder dan hun grote idool, Sean van Neelpin. En wie kent Sean Dont nu niet? Ex-coach van Junior Eurosong en natuurlijk zanger van Neelpin. Hij krijgt versterking van Nico Westerlink, die al werkte met Deus en de zus van Kylie Minogue.
Ik vind Sean en Nico eigenlijk al heel leuke gasten. Ja, want die zijn ook zo wat cooler en die zijn niet zo softy, zou ik maar zeggen. Klaar? En dan. Wow, wow, weg met al die oudjes. Wow, wow, power aan de kids. Dit is onze strijd. Nee, we gaan natuurlijk niet slapen. Alle kids, luisteren in de lucht. Ja, er zaten een paar mindere noten tussen. Wat ik het moeilijkste vond, was het... toch wel het inzingen, want aan Sofie die kan al met zijn meisjes wel heel hoog zingen, maar ik zing ook wel hoog in het nummer en dat is voor jongens soms wel moeilijk. We gaan het nog eens helemaal doen, hè? Oké? Oké. Klaar? Kom aan, joh. Top! Super! Ja, ik vind het resultaat van het liedje eigenlijk wel heel leuk, want ja, dat is zo Pink-achtig. En ik ben wel een grote fan van Pink. En het is niet... Ja, het is zo met een goede beat, dus dat is ook wel goed. Morgen in Junior Eurosong 2010. In haar videoclip mag Emma met een vliegtuig vliegen. En Emile probeert in te stappen in een luchtballon.